run je in vredesnaam een gaming website met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Jongens, let niet op mijn stem. Het was een beetje een gek weekend, maar we kregen zojuist een pakje binnen. Hier. Hey. En ik weet, want ik kreeg al een tweet, dat dit pakje van een bezoeker is. Namelijk niet Nick, meneer. En ik heb het idee dat hij wel Nick heet. Dus ik snap zijn nickname niet zo goed, maar dat maakt niet uit. Maar die had zin om een cadeautje te sturen. Dus die heeft echt een fucking vette game. Echt, dat je denkt van die game. Oh, daar staat ook echt een briefje bij. Yo, Peter en de rest van de Gamersnet crew. Yo, Nick. Helaas waren de prinsessengames op. Hij wilde een prinsessengame sturen. Maar dit vind je vast ook wel leuk. Veel gameplezier. Groetjes, Nick. Gamersnet is love. Gamersnet is live. Dus Puzzle City. Breek je brein over de bouw van een stad. Dat is echt heel vet. Okay, hoeveel uur heb jij al in deze game zitten? In Puzzle City. Jij speelt alle games honderden uren. Ik ken het niet eens. Gebruik power-ups om blokken te vernietigen, ombouwen, verven en bevriezen. Het ziet er episch uit, komt bij de Intertoys vandaan, dus het kan alleen maar goed zijn. We gaan het een keer streamen, denk ik. 10 minuutjes. Tegen Nick. Nog een paar dagjes en dan gaan we het land door met de Sasquatch Syndicate Tuk-Tuk Tour. En daar had ik nog wat dingen voor nodig, want we gaan met z'n viertjes. We gaan met Daniel en ik en Arkeo en of Koen, mijn co-host op maandag, of Jessica. Dus die wisselen elkaar af. Dus er moeten 4 zitplekken in de auto. Maar normaal draag ik altijd de oprijplaten. Zit dat op de achterbank. Maar dat kan niet meer, dus je moest op de aanhangwagen. Dus ik heb weer monsterbestelling besteld. Of geplaatst bij spanbandenconcurrent.nl. Dus hier met deze spanbanden. Ik heb heel veel gekocht, want dat was goedkoper. Dus dan kunnen we er een paar kwijtraken. En dus dan kunnen we de dingen. En ik heb nog iets. Maar dat moet ik even openmaken. Dus tot zo, hè. Jullie herkennen ze natuurlijk al, want we hadden ze al voor de tuk-tuk. Maar deze is natuurlijk opnieuw bedrukt. Gamers en Sesqui Tuk-Tuk Tour. Dat is Jacob Fry. Dat zijn de dagprijzen. Oh, ik moet ergens heen, dus dat hoor je niet bij mijn navigatiesysteem. Dus die hebben we nu ook. Fucking awesome. En nu naar die super secret meeting. Hoe zorg je ervoor dat Tom nog meer fan wordt van Xbox Les 3? Je stuurt een doos met alleen maar cadeaus. Dit is, maar kijk op dit gedicht. Microsoft heeft er een enorm gedicht bij gedaan, maar ook echt... Holy shit, AB, 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 maar dan echt gewoon dit hele... Oh. Maar wat zit er allemaal tussen dan? Dit zijn allemaal cadeautjes gewoon. Holy shit. Ja. De A is van anders. Dat zijn jullie vaak. Maar dit zijn... De B ook. Maar dit zijn ook... Het is een soort adventkalender die niet in een kalender zit. Want er staan allemaal data op. Oh, dat je moet het openmaken. Wat vet. Wacht, hoeveelste is het vandaag? Hoeveelste is het vandaag, Keo? Oh, dit staat op mijn telefoon, maar ik ben aan het vloggen. Ik kan nu niet kijken. Mijn 16. 16. Oh, deze mag open. Dips. Nee. 16. Okay, nee, ga jou openmaken. 16. Dit is 16. Is het wel 16? Nou. Okay. Hier, ze hebben elke dag een vlog waarin we een cadeautje van Xbox openmaken. Dat is slim van jullie, jongens. Dat is echt heel slim. Na. Thanks, Michael. Ja, we hebben een verrassing. Jullie kunnen hem niet winnen. Nee, wat leuk. Dus ik heb hier de 19e. Misschien zijn er ook nog wel dingen van de 15e van gisteren. Ja, ben niet vergisten. Oh, maar wat vet. Ik heb het idee dat er ook overal een puzzelstukje tussen zit. En dat je dan uiteindelijk de hele catalogus van Xbox in elkaar puzzelt. Oh, de 17e? Oh, deze is mooi. Dat is een leuke. Dat is een vierkant. Jezus, man, hey. Echt lekker. Oké, dit is de 18e. Wow, er zit onder een hele grote. Vet. Dat zijn moeder ook. Dit is de 22e. Dat is mooi. Ja, ik heb 23, nee 25. Ik denk dat de 17e de eerste was. Of 16, sorry. 16. Ja, maar het zit hier nog, hè? 15! Confirm! 15 confirm! 50, ja. Maak open. Ik heb het idee dat dit ook weer een game is, gezien de vorm. Kijk, en ik als gamejournalist weet natuurlijk precies hoe games eruit zien als een geschenkje aankomen. Want dat voel je gewoon. Oh. Gears of War 2. Beetje oude game, maar hey, maakt niet uit. Gratis. Deze gaan we wel weggeven. Die zesde. Ja, de Xbox is zesde, maar hij voelt wel heel dik. Zijn moeder ook. Kijk dan wat erin zit als hij zo dik voelt. Zijn moeder ook. Oh, hij is wel opengemaakt, ja. Kijk dan, hij is gewoon... Oh, een hele dikke manual, dat is het. Die zitten er tegenwoordig niet meer bij. Dus dat is
vandaar dat het dikker voelde dan normaal. Nou, Xbox, bedankt voor 2,5 minuut vullen van onze vlog. Oké, jongens, ik wil even een kleine update doen, want af en toe... Kijk, Peter regelt natuurlijk het meeste voor Gamersnet, spreekt voor zich. Hij is Gamersnet, dus dat, hij doet het meeste. Maar af en toe dan heb ik ook wat dingen die ik regel en dat vind ik heel leuk. Bijvoorbeeld die Funko Pops die we weggeven, dat is via mijn neef, dus, maar dat spreekt een beetje voor zich dan. Maar ik vond dit vooral een goeie. We hebben stuff van SteelSeries eindelijk. We gaan eindelijk stuff van SteelSeries en gewoon echt kers op de taart... Razer gaan we gewoon behandelen. Gewoon, we hebben de fucking Diamondback. Gewoon de Chroma editie. Dus sowieso... Sorry, daar ben ik gewoon heel erg hyped voor. Want ik vind dat we bij Gamers and Gear... We misten daar echt een beetje wat grotere merken. Ook, we hebben al heel veel vette dingen. Weet je, Rockat, MSI en zo. Turtle Beach. We hebben al wat hele grote merken. Maar het is ook wel eens fijn om SteelSeries en Razer erbij te kunnen betrekken. Want dat zijn toch wel, denk ik, de meest gevraagde merken... dat we die ook wat vaker gaan behandelen. Dus we werken eraan. En het leuke is... Waarschijnlijk gaan we ook een paar van die dingen weggeven. Ik geloof dat we de Diamondback weg mogen geven. Dat is in januari of februari. Maar hey, in ieder geval, we kunnen de hype nu al beginnen te maken. Want het is bijna zover. En dan kun je gewoon dit winnen. Hoe lijp is dat? Sorry, ik ben er gewoon heel hype voor. Het is gewoon Razer en SteelSeries. Kom op, het werd tijd. Wat vinden we ervan, jongens? Hit me up. Oké, ik had een beetje een onverwachts perstripje. Dit is Breda, mensen, waar Koch Media zit. Ik zag hem zelf niet aankomen in de ochtend, maar Peter zei, hey, ga je Mighty Number 9 even voor ons checken? Een preview evenementje bij Koch dus, in Breda. Tering, die game is moeilijk. Echt, gewoon bij gewoon de persrepresentative gewoon zo vaak doodgaan. Ik ben best wel hyped ervoor, want het is lekker pittig en het is echt zo oud, oldschool, retro, Japans. Maar hey, die preview die ervan gaat komen, dat is pas in januari of zo, want we hebben een dik embargo. Maar ik kan er dus niet te veel over zeggen. Maar anyway, ik ga terug naar GNHQ of meteen naar huis, want ik moet vanavond weer streamen. Maar het was in ieder geval een leuk onverwachts perstripje in het altijd grimmige Breda. En mijn vette sweater. Oh, kijk die sweater. Oh, sweet. Klaar voor Star Wars? Ja, mijn lemelijnsaber vergeten. Ik ook, had ze besteld, maar serieus niet geleverd. Uit China. Nee, bij je gaat hoor, dus koop daar nooit. Ah, oh, maar ze zouden wel geleverd worden, maar niet gebeurd. Dus ja, we gaan nu naar Star Wars. Kijk, en zo ga je voor de tweede keer in twee dagen, hè, vandaag met Leon. Yay. En ja, dit is die BB-8, een beetje de Disneyficatie van de film, maar hij is hilarisch. Maar niet uit. Dan kom je over 10 minuten achter. Ja, ik ga het allemaal uit. Daan en ik maken ons op voor de Tuk-Tuk Tour. We gaan over 2 minuten weg, maar we moesten nog 1 dingetje doen. Namelijk cadeautjes openmaken van Xbox. We waren in 2 dagen niet, dus we hebben er een van 17 december en een van 18 december. Welke wil jij openmaken, PlayStation fanboy Daniel? Dan wil ik wel sowieso de grootste. De grootste, dat zei je moeder. Zal ik dan beginnen met de kleine? Want dan heb jij de hoogste punt. Ah, Minecraft! Xbox One editie! Wat leuk! Oh, er zijn nog meer in. Wat? Chocolaatjes! Ja, dan moet je dus in warme melk doen, hè? Oh ja, dat vind ik minder lekker. Ik kou dat liever af. Oh. Ja, maar goed. Jij bent groot kreutje. Scheuren. Dank. We moeten weg. Ja, doei. Ik moet even wel laat. Ik denk dat dit de PlayStation 4 controller is. Het zou zo vet zijn met Xbox thema. De hel! Kijk, daarom wilde ik deze gewoon op. Halo 5 Guardians Xbox One. Mooi. Waarom? Dude, ga je in de handen niet branden? Doe eens even, blijf af! Ik red jouw leven. Door hem mee te nemen. Het was een beetje een rare week qua vlogs. Veel vlogs. Veel vlogs misschien. Maar niet afgelopen maandag, waar onze reguliere vlog was. Die was deze week op donderdag. Maar we hebben wel gefilmd voor de reguliere vlog, dus die kun je aanstaande maandag weer verwachten. Hoppatee. Hoppata. En moeten we nog een soort van mensen doorverwijzen? Ja, sowieso gamersnet.nl voor al je game news, videocontent, prijsvragen, giveaways, you name it. En gekke truien. Gekke truien, dat ook. En als je op YouTube kijkt en vertikt om naar gamersnet.nl te gaan, dan op zijn minst abonneren en liken. Like, dat is het minste wat je kan doen. Nice. En Twitter, Facebook. En de works. Doe het. Awesome. Dan wel, zoek ons. We zijn vindbaar. Doe het. Nu. Mijn kerst. Dat ook.